Ondanks een pechvol weekend tijdens de finale races op het circuit van Assen behaalde het FEBO Racing team van Dennis de Borst en Stan van Oord voldoende punten om het Nederlands kampioenschap in de Dutch Supercar Challenge binnen te halen. Na het spuiten van de champagne vertelde Van Oord dan ook: "We hebben ontzettend veel pech gehad dit weekend. Zaterdag uitgevallen met een lege tank, vandaag een kapotte voorwielopwarming, maar gelukkig gefinished op een 8e plaats en daarmee voldoende punten binnengehaald om de titel binnen te halen."